Welkom bij dit filmpje over een gedeelte uit de Odyssee van Homeros, het gedeelte waarbij hij weer thuis is bij Penelope. Zoals je op het plaatje ziet, is Penelope nog niet helemaal overtuigd van het feit dat Odysseus inderdaad terug is, of dat deze man die tegenover haar zit inderdaad Odysseus is. En je ziet hier net nog ook de huishoudster of de voedster weglopen, die denkt er het hare van. Odysseus heeft zojuist alle vrijers gedood en heeft gezegd er moet een groot feest gehouden gaan worden. En je mag gerust nog even nadenken, Penelope, maar dan ga ik intussen in bad. Dus dat is wat er in de volgende tekst gaat gebeuren. En dan beginnen we met Autar, maar of en. En dan Odyssea in de accusativus. Daar hoort dit bijvoeglijke naam wordt Megalethora bij. Trots of fier. En hoi is een bezittelijk voornaamwoord. Dat hoort bij oikoi. En eni zorgt ervoor dat dat in de dativus staat. En dan heb je als onderwerp van deze zin Eurynome. En zij is een tamie, een huishoudster. En wat zij doet is loosen, van luo wassen. En hier mist het augment. Maar dit is wel een sigmatische aoristus. Dus dan krijg je en Eurynome, de huishoudster, waste de trotse Odysseus in zijn huis, met nadruk, want hij is nu eindelijk zelf weer thuis in zijn eigen huis. Kai, Griesen, ook al een sigmatische aoristus. En wreef in, dan mag je hem bij aanvullen. Elaioi in de dativus, waarmee ze hem invrijft, dat is olijfolie. Olijfolie werd vroeger voor heel veel dingen gebruikt, net als je nog steeds olijfzeep hebt, ook voor je dagelijkse hygiëne. Nou, na het wassen komt hij natuurlijk uit bad en dan staat hier Amphidemin. Amphi gaat met een accusativus, betekent rondom, en min is auton. Dus rondom hem, een pharos is een mantel. En dat is een onzijdig woord, toch pharos. Daar hoort kalon bij, een mooie mantel. Balen van ballo, thematische aoristus, zij gooide. En rondom hem gooide zij een mooie mantel. Ede is hetzelfde als kai. En een chitona, een chiton, dat is zo'n kledingstuk. Een soort lap waar je je hoofd en je armen doorheen kan steken. En dan met een riem maak je hem om je middel vast. En dan is het een beetje zeg maar het standaard kledingstuk van de klassieke oudheid. En ook in de accusativus. En de volgorde hier is gek, want eerst trekt hij die chiton aan en daarna pas de mantel natuurlijk. Maar goed, het staat hier andersom. En rondom hem wierp zij een mooie mantel en een chiton. Nou, Athena die heeft ook nog wat in de melk te brokkelen. En daar staat dan autar, maar of en. En dan staat er kak. En dat is een gek woordje. Sowieso natuurlijk, maar hier helemaal. Eigenlijk is dit kata. Die A is weggevallen, waarschijnlijk vanwege het metrum. En dan hou je kat over. En daarachter heb je een woord dat begint met een kappa. En dan krijg je assimilatie van die touw en die kappa. En dan is die kappa dus sterker. Dus vandaar dat hier dan kak staat. Maar het betekent gewoon langs puntje puntje naar beneden. En het is het hoofd, langs het hoofd naar beneden. Guien van geo gieten,
goot zij. We weten zo meteen pas dat het een zij is, maar deze verklap ik alvast. Wat zij goot is polukalos. Kalos is ook een onzijdig woord, dus daar hoort polu bij, veel schoonheid. En het onderwerp van deze zin is Athene. Dus de godin Athene komt nog een keertje terug om Odysseus ook hier, want ditzelfde heeft ze ook al gedaan toen hij bij de Phaiaken aangespoeld was, schoner en mooier te maken. En dat staat ook precies in het volgende stukje, Meizona. Dat is de comparativus van Megas. S-I-D-Ein, dat is de infinitief, een infinitief finalis. Of je vult aan en ze maakte hem, maar je kan er dus ook een infinitief finalis van maken. Om hem groter te maken, kai passona, comparativus van pagus, en sterker, om te zien. En dat om te zien is dus die infinitief finalis. Dus dan krijg je maar van zijn hoofd naar beneden, goot Athena, veel schoonheid om hem groter en sterker te maken om te zien. En hier heb je dan kad. En dit is hetzelfde verhaal eigenlijk. Dit was eigenlijk ook kata. Ook hier is de A weggevallen en dan heb je dus kat met een delta erachter. En dan assimileert die touw dus met die delta en dan krijg je kadde. Maar dit is dus ook van puntje puntje naar beneden of langs puntje puntje naar beneden. En karetos betekent ook hoofd. En van zijn hoofd naar beneden, hulas. Hulas is gekruld. Hiemi met als auristus heka betekent in dit geval laten golven. En de coma's, dat zijn de haren. Dus, en van zijn hoofd naar beneden liet zij gekrulde haren golven. Hyakintoi, antei, bloem van een hyacint. Homoias, lijkend op, en dat slaat terug op die haren, daar congrueert het ook mee, lijkend op de bloem van een hyacint. En je ziet hiernaast dat zo'n hyacint inderdaad wel op een hoofd met een bos krullen lijkt. Nou, hier zie je hoe dat in de praktijk ging. Odysseus stapt hier uit bad en Pallas Athena, die daar rechts staat, die doet van alles met zijn hoofd, wat dan blijkbaar naar beneden gaat en waardoor hij ja, een soort make-over krijgt. We hadden met de hyacinthebloem al een vergelijking te pakken, maar er komt er nog eentje. En dat is een hele officiële die begint met en zoals wanneer. En dan hebben we tis. Nou, dat zou een of iemand kunnen betekenen. We zien niet direct iets wat ermee congrueert, dus we doen eventjes iemand. Het is in ieder geval het onderwerp. Grusom accusativus betekent goud. Perigaietai is een medium van perigeo, ergens omheen leggen, voor zichzelf dus. En arguroi is zilver. En hey, dan hebben we hier toch iets wat congrueert met die tis. Dus dan is het niet iemand, maar een man. En als we ietsje verder kijken, zien we hier ook nog Idris in een enjambement op de volgende regel staan. Een kundig man. Dus die kundige man die staat met een hyperbaton, tis en aner. En dan ook nog met een enjambement. Zoals wanneer? Een kundig man voor zichzelf goud om zilver heen legt. Ja, je ziet hiernaast een plaatje hoe dat een beetje zou kunnen zijn. Het ging toen waarschijnlijk om zilveren beeldjes waar bladgoud op werd bevestigd. En dan hebben we in de volgende regel hon, betrekkelijk voornaamwoord, slaat terug op die kundige man.
Dus dat is die. En dan Hephaistos als onderwerp. Dedaen. Dat betekent hij leerde iemand iets. Die iemand is dus Hon. Maar Hephaistos is niet de enige. Hier staat Pallas Athena, tot onze verbazing. Want zij stond hier, ze stond natuurlijk net ook al in de tekst, omdat zij degene is die het doet. Dus iets wat zij aan het doen is, wordt vergeleken met een vergelijking waar zij ook in staat. Namelijk als degene die aanleert hoe je zoiets moet doen. Leuke constructie dus. Wat ze leren is technen pantoien. Dus een kundig man die Hephaistos en Pallas Athena hebben geleerd een technen, een vak of een vaardigheid of een kunde. En pantoien is allerlei. Dus allerlei kundes, zouden wij in het meervoud zeggen, hebben geleerd. En dus die kundige man, die kan dat zo goed omdat Hephaistos en Pallas Athena hem dat geleerd hebben. Garienta, de erga, vaardige of mooie, charmante werken. Teleiai, maakt hij, voltooit hij. En hij voltooit mooie werken. Zo, dus hier komt de conclusie, zeg maar, van de vergelijking. En dan is toi, kun je lezen als autoi, bij hem. Perigouje, die hadden we in de eerste regel van dit kleine stukje ook al. Giet rondom, of legt rondom. En dan is zij, namelijk Athena, het onderwerp hier. Zo legt zij bij hem garin. Het komt van het woordje garis, waar ons woord charisma vandaan komt. Charme. Het woordje charme komt hier trouwens ook vandaan. Zo legt zij bij hem charme rondom zijn kevalei, zijn hoofd en zijn omois, zijn schouders. En ek asaminthu, uit het bad, be, stamauristus van Baino, ging hij. En hij ging uit het bad. En dan hebben we het woordje demos. Het is to demos, dat betekent gestalte of uiterlijk. Dus je zou kunnen denken, het is hier onderwerp. En zijn gestalte ging uit bad. Dat is wel een beetje raar. Maar verderop zien we ook dat dat niet kan kloppen. Want tot demos is dus onzijdig en hier staat homoios en dat is toch wel echt mannelijk. Dus hij moet het onderwerp zijn van het gaan. Dan moet demos dus wel een leidend voorwerp zijn, een accusativus. Maar er is niet echt een reden, want bij Baino hoef je geen accusativus aan te vullen. En er staat ook niet een voorzetsel of iets. Dus we hebben hier te maken met een accusativus van betrekking of een accusativus respectus wat betreft zijn uiterlijk. En de athanatoisin in de dativus hier zijn de onsterfelijken, oftewel de goden. Dus dan krijg je en hij ging uit het bad wat betreft zijn uiterlijk lijkend op de onsterfelijken. En abs autis, weer opnieuw, een mooie tautologie. Kat hoort bij eetzet, dus hier is een tmesis, want het is uit elkaar gesneden. Katitsomai is gaan zitten. En weer opnieuw ging hij zitten, ar dus. Ging hij dus zitten, epithronu, op zijn stoel. En ten, waar vandaan? Aan este. Hij was opgestaan. Dus hij zat, hij ging naar bad en hij ging weer terugzitten op de stoel waar hij vandaan was gekomen.
En dat is Antion tegenover Hes, bezittelijk voornaamwoordje Alogu, tegenover zijn echtgenote. Kai, Min. Min mag hier lezen als Auten. En Pros zorgt ervoor dat het in de accusatieve staat. En tegen haar Muton van Mythos, wat wij kennen van mythe. Eipe van Lego, hij zei het woord. En tegen haar zei hij het woord. En dan noemt hij haar Daimonie. Rare vrouw, wonderlijke vrouw. Peri, er staat bij gegeven dat hij met een genitieve gaat. Dus dat is daar pas, niet gelijk die sooi erachter, want dat is een dativus. Dus dan heb je meer dan vrouwelijke vrouwen, een pleonasme. En ik zou hier andere bij aanvullen, anders krijg je in niet kloppende Nederlandse zin. Meer dan andere vrouwelijke vrouwen. En hebben we dus die sooi nog over. Voor jou of bij jou. En dan hebben we een ker ateramnon. Een ker is een hart. Of een noodlot. Maar in dit geval is hart logischer. En ateramnon is gevoelloos. Die horen bij elkaar. Maar we weten nog niet of het nominativus of accusativus is. Ethekan is derde persoon meervoud. Nou, ker ateramnon is enkelvoud, dus dat moet dan wel accusatieven zijn. Dus een gevoelloos hart. Tithemi ateramnon bij elkaar betekent gevoelloos maken. Dus zij maakten, Aristus, het hart gevoelloos. En wie die zij zijn, dat staat in deze participium woordgroep. Egontes, hebbende, degene die hebben. Olympia, olympische. Domata, huizen of paleizen. Dus wat je hier nu hebt als zin totaal is meer dan bij andere vrouwelijke vrouwen hebben degene die huizen op de Olympus bewonen of hebben jouw hart of het hart voor jou gevoelloos gemaakt. Dus waar die net nog zei, je mag er gerust nog even over nadenken, wordt dit nu toch wel een beetje ongeduldig. En hij zegt dan ook niet ke. Geeft aan, let op, er komt iets met een optativus of een conjunctivus. Dit is am in het attisch. En die optativus, wat het hier is, staat hier, avestaje. Alle is nominativus, gune is nominativus, dus een andere vrouw. Niet zou een andere vrouw zo hode. Tedle Oti, oh, dat is wel heel groot. Te mooi. Met een halstarrig hart. Avestaje. Zich verre houden van. Avistamai komt dit vandaan. En dat gaat met een genitivus. Want waar je verre van houdt staat in de genitivus. En dat is de andros. Dus niet zou een andere vrouw. Met zo'n halsstarrig hart, of zo met een halsstarrig hart, zich verre houden van haar man, betrekkelijk voornaamwoord hos, die, en dan staat hier hoi, en dat moet je hier lezen als autij, dus bij haar, kakapolla, veel rampen, mogesas, sigmatische Aristus, participium, nadat hij heeft doorstaan. Dus die, nadat hij vele rampen heeft doorstaan, bij haar
Eltoi, optativus van Ergomai in de Aoristus, bij haar komt, bij haar zou komen. Ei kostoi etei, allebei de dativus horen bij elkaar, in het 20ste jaar. S met accusativus betekent in of naar, bij naar binnen, in het vaderland, zijn vaderland. Alle age, die combinatie komt vaak voor in combinatie met een imperativus. Die imperativus staat hier ook, dat is namelijk deze. Age zelf is natuurlijk ook al een imperativus, maar in combinatie met al age mag je zeggen maar vooruit. Mooi, voor mij. En dan heeft hij het even niet meer tegen Penelope, maar tegen Maya. En Maya was een soort respectvol koosnaampje voor de voedster, Auricleia. Maar vooruit, moedertje, dat is, in het Nederlands is dat niet echt respectvol, maar dat is misschien wat het dichtst erbij komt. Storesum, een imperativus van de Aoristus, maak op legels, het bed, voor mij. Dus maar vooruit, moedertje, maak voor mij het bed op. Ovra, voegwoord, op dat. En dan is kai autos, ook al ben ik alleen of ook al is het alleen. Lexo mai. En dat is een conjunctivus, maar dan met een korte, want dat kwam beter uit in het metrum. Maar dat hoort dus bij die ovra, dat gaat met een conjunctivus. Opdat ik me neerleg, ook al is het alleen. En dan zegt hij nog, want egar, die combinatie betekent want waarachtig. Tij is autij, bij haar. En dat wordt benadrukt door ge. Sidereon is ijzer, van ijzer. En dat hoort bij ether. En vresin betekent in haar binnenste, in haar borst. Want waarachtig, bij haar is in haar binnenste een ijzeren hart. Tot zover dit filmpje.